Hallo, ik ben Kees van Brouwer Kees in Middelburg. Vorig jaar heb ik dankzij een succesvolle crowdfundactie mijn droom kunnen verwezenlijken en toen van deze lege loods een mooie brouwerij kunnen bouwen. Op 1 januari zijn we begonnen met het opbouwen van de installatie en eind februari zijn de eerste bieren uit de kookketel gekomen. Ondertussen is de vraag naar mijn bier zo groot dat we moeten gaan investeren in extra vergistingscapaciteit. Dit is op te lossen door een tank bij te kopen en hiermee kan de productie worden vergroot met 20%. Om dat doel te bereiken heb ik het volgende bedacht. Zware bieren van Goose Island, Bourbon County Stout, The Dark Lord van Three Floyds zijn geweldige bieren. Zware bieren op bourbonvaten gerijpt voor een lange tijd. Maar één probleem, die bieren zijn niet te verkrijgen in Nederland. Mijn plan is om een zware Imperial Stout te brouwen van 15-16% en daarna 2 jaar lang op mooie bourbonvaten te laten rijpen. In die 2 jaar tijd kan het bier zich ontwikkelen tot een heel mooi, prachtig en exclusief bier. Van het unieke eenmalige bier komen er maximaal 400 dozen beschikbaar. In een doos zitten 6 3/4 liter flessen en een doos kost 75 euro. Met die 75 euro zijn wij in staat om de grondstoffen en de barrels aan te schaffen en natuurlijk later een nieuwe gistingstank. Ik zie het helemaal vol. U ook. Proost.